Helene voor een gesprek. Martin Tol. Wat mag ik u te drinken aanbieden? Witte wijn, rode wijn, water. Water graag. Als hij na een tijdje langzaam mijn kant uit wandelt, trek ik de stoute schoenen aan. Ik vraag hem of hij is wie ik denk dat hij is. Ja, antwoordt hij iets wat verwonderd. Van onder zijn borstelige wenkbrauwen kijkt hij me onderzoekend, maar niet onvriendelijk aan. Waar kent u mij van? Vraagt hij dan met zijn karakteristieke sonore stem. Van de televisie, flap ik eruit. Omdat het wat dommig klinkt, vroeg ik er haastig aan toe. Ik heb alle bommelverhalen met veel plezier gelezen. Henk. Dank je. Witte wijn, rode wijn of water? Doet u maar water. Wanneer kruiste Olly B. Bommel je pad? Al heel vroeg. Ik ben 55 en dat is eigenlijk, ja, de 50ers, dat zijn de mensen die Bommel nog wel, dat was alomtegenwoordig in die tijd. Je had natuurlijk voor de jonge kinderen de Tom Poes verhalen in Donald Duck. En Bommel stond in diverse kranten. En die werd toen ook nog zelfs in het buitenland gepubliceerd. Dus dat was enorm aanwezig. En ik kreeg ook die boeken cadeau. En ja, dus als kind las ik natuurlijk de Tom Poes verhalen vooral. En toen ik ouder werd, we hadden ook heel handige abonnementen op de NRC. Dus schakelde ik over op de volwassen verhalen. En dan win je zo'n wedstrijd en dan verandert je leven. Ja, met terugwerkende kracht, denk ik. Want het overkomt je een beetje dat het... Nou ja, in eerste instantie was ik natuurlijk heel blij toen ik dat hoorde. Echt een dansje wel gemaakt. En dan, ja, het duurde natuurlijk verder nog wel een hele tijd voordat het echt uitkwam. Want als je aan een wedstrijd meedoet, wil je wel winnen. Ja, het was voor mij in eerste instantie een mogelijkheid om iets met mijn toner... ja, zeg maar dat ik dat leuk vind, toner, om daar iets mee te doen. Mooie aanleiding. En als je, ja, natuurlijk hoop je dat je gaat winnen. Want de liefde voor toner, die was al lang en zat diep. Ja, ik denk dat ik als kind had ik al tonerverhalen die ik las en ik kreeg een cadeau. Dus daar ben ik, kan echt wel zeggen, ik meld ben gegroeid. Bent u nog iets aan het schrijven, vraag ik dan. Berustend schudt hij het hoofd. Nee, ik ben nergens mee bezig. Ik zal u niet langer ophouden, zeg ik dan maar, alsof hij het razend druk heeft. Ik hoop dat u het niet erg vond dat ik u zomaar aansprak. Nee hoor, hij knikt me gedag en maakt afwezig nog een rondje over de afdeling. Ja, dat is wel heel raar, want hij maakte daar een wat ontheemde indruk. Achteraf hoorde ik ook dat hij er was vanwege een begrafenis. En naderhand heb ik ook in de biografie gelezen dat er toen echt twee kinderen van hem overleden zijn en zijn broer. Dus het was best wel een zware tijd voor hem. Maar goed, dat wist ik natuurlijk toen niet. En toen dacht ik alleen maar, ik ben wel een sul als ik hem nou niet ga aanspreken. Dit is de kans, want hij woonde toen nog in Ierland, dus ja. En toen kwam jij op het pad van de Tonercompagnie, die zeiden van, hey, het is alweer 30 jaar geleden, er moet maar eens een nieuw Bommelboek verschijnen. Ik denk eigenlijk, ja, hoe ging dat? Ik heb op Facebook, voor de aardigheid, Floortje Zwigman, is een schrijfster van Young Adult boeken, die had op Facebook, vertelde ze over een woordenboek met vergeten woorden. Ik weet niet of dat online was of een echt boek. Maar een van die woorden was zwijmelgeest. En dat vond ik zo'n mooi woord. En toen zag ik meteen voor me heer Bommel en de zwijmelgeest. Ik vond dat echt een tonertitel. En toen heb ik voor de aardigheid één alinea geschreven op Facebook. Niet met de bedoeling daar verder iets mee te doen. En een bevriende auteur heeft daar toen kwam opeens met alinea 2. Ik dacht, ja... Dus ik kwam met 3. Nou, zo hebben we een heel stukje doorgeschreven, niet afgemaakt. Ik zei tegen hem, dat moeten we opsturen naar de Tonercompagnie, wie weet. Die vonden dat heel leuk. Maar die vonden het heel leuk, konden daar toen niet veel mee. Ah. Maar naar de hand, en ik heb nooit echt gecheckt of dat zo is, kwam er een jaar later, kwam er opeens die schrijfwedstrijd. Dus ik dacht toen, misschien heeft dat verband, dat ze opeens denken, want ze waren aan het dubben, we willen iets met Bommel weer gaan doen. Maar hoe gaan we dat doen? Want Toner heeft min of meer... verboden om het nog voor te zetten als tekststrip. Dat is de reden waarom niet meer een krantenstrip komt. Ja. Maar hij had verder niet echt gespecificeerd hoe het dan wel moest. En misschien door dat feuilleton van mij op Facebook met die schrijversvriend kan de aanzet zijn geweest tot de schrijfwedstrijd. Het zou zomaar kunnen. Zou Toonder blij geweest zijn met de illustratrice die jou nu... Oh.
Ja, dat denk ik wel. Hij was wel heel kritisch. Hij heeft veel tekenaars tot wanhoop gedreven. Want Bommel werd natuurlijk niet alleen door Toner getekend. Vaak maakte iemand anders de schetsen en werkte hij dat uit. Dus ik denk dat de meeste mensen, zelfs de Bommel diehards, die van wie eigenlijk nooit meer een nieuw verhaal mag verschijnen, vonden dat prachtige tekeningen. Dus ik denk eigenlijk. Zij is er zo ingedoken, heeft er zo'n studie van gemaakt. Ja, want zij, Henrike Gorenhuis, daar hebben we het over. Ja. Zij, dat lees je ook in verschillende kritieken. Zij wordt echt als zeer talentvol en ook heel erg passend in het Toonder-verhaal, maar toch met een eigen stijl. Ja, zij heeft, ja, je eigen stijl verraad je natuurlijk, dat heb ik ook met het schrijven, denk ik. Die schemert altijd door iets heen. Ik denk ook niet dat je moet proberen het helemaal 100% na te doen, want dat lukt je toch nooit. Maar zij heeft echt een studie van gemaakt. Dus af en toe zag ik haar laptop, dan had ze zoveel Tom Poes gezichtjes langs elkaar, zoveel Bommelgezichten, houdingen, van alles. Schrijf je alleen of doe je daarnaast een... Ik werk eigenlijk als redacteur-vertaler, daar verdien ik, dat is meer mijn inkomen. Ja. En nou, pas met Bommel begint het toch wel iets serieuzer te worden qua geld. Ja. Ik deel het wel met de Toner Compagnie, omdat die dus 50-50, die hebben ook rechten natuurlijk. Dus dat vind ik terecht. Ja. Maar normaal gesproken ben ik eigenlijk meer met redactiewerk bezig dan met schrijven. Schrijven is iets, het is wel belangrijk, maar ja, ik doe het er toch noodgedwongen naast. Ja, noodgedwongen. Ja. Maar een Harry Potter of zo, dat zou je niet erg vinden als die toevallig een keer je pen uitrolt. Ja, we hebben natuurlijk wat minder Nederlandse sprekers. Maar zij kan zich redelijk bedruipen inmiddels, hè, nu... Ja, die kan zich enorm, volgens mij is op de koningin na de rijkste van Engeland ongeveer, Groot-Brittannië. Ja, maar dat zou je niet erg vinden. Even iets heel anders, wij tutoyeren elkaar, dat lijkt net dat we elkaar heel goed kennen, maar dat is niet zo. We hebben elkaar net een hand gegeven, maar toen wel afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. En dat is natuurlijk wel weer helemaal in tegenspraak met meneer Oli B. Bommel zou doen, hè, want die zou het natuurlijk heel keurig over meneer Hardeman blijven hebben. Heer Hardeman. Hoewel een heleboel andere figuren bij het Toonerboek zeggen, Toonerverhalen zeggen altijd meneer Bommel tegen hem. Ja, en dan met zo'n stem zoals Toonder zelf had. Hè? Ja, hij praat wel zo, denk ik. Ja. Zou jij, want dat hadden we afgesproken, iets voor willen lezen uit het lastpak voor de mensen die het nog niet gelezen hebben? En anders hoort u het nu zoals de schrijver het bedoeld heeft. Dat zou zomaar kunnen. Ik lees een stukje voor wat redelijk, dus voor mensen die het nog niet gelezen hebben, waar ik niet zoveel bij hoef te vertellen om het uit te leggen. Het gaat een beetje in het kort over dat heer Bommel, er zat wel eerst een tekening van tussen, maar dat hij met een pak letterlijk opgezadeld is en dat pak trekt zorgen aan. Hoe dat allemaal precies werkt, weet ik ook zelf eerlijk gezegd niet helemaal. Sommige dingen moet je gewoon aan de verbeelding overlaten. Maar dat pak dat begint steeds drukkender te worden, omdat er steeds meer zorgen in terechtkomen. En in zijn wanhoop gaat heer Bommel naar wat hij denkt dat gelijkgestemden zijn, namelijk de kleine club. Daar valt hij letterlijk binnen. Intussen viel er in de kleine club van alle ophef weinig te merken. Burgemeester Dikkerdak was met enkele notabelen in een levendig gesprek gewikkeld toen Bullebas zijn opwachting maakte. Burgemeester, begon de commissaris, kan ik u spreken? Het is nogal dringend. Laat ons even alleen, jongens, sprak de magistraat tot zijn gezelschap. Ik vertel jullie straks wel de clue. Toen notabelen verdwenen waren, richtte Dikkerdak zich tot zijn politiechef. Bas, ik zie de afgelopen dagen steeds merkwaardiger taferelen vanuit mijn dienstauto. Je zei zo even tussendoor, ik moet even het plaatje laten zien, maar de plaatjes komen bij het luisteren achter elkaar voorbij. Jij geeft meteen in het boek de regie aanwijzingen dat hij even voorover moet buigen en... wanneer komt de film of toneelstuk? Ja, ik denk dat is natuurlijk wat Toonder eigenlijk zijn hele leven al had gewild, een echte film. En als u begrijpt, ik bedoel, was niet wat hij voor ogen had gehad. Dat is een enorm compromis geweest eigenlijk met Rob Hauer. De commercieel is dan een succes geworden, maar het was niet wat hij wilde. Heb ik dingen niet gevraagd die ik wel had moeten vragen, Henk? Nou, volgens mij is niks wat je moet vragen. Oh. Nee, ik geloof dat er een heleboel aan de orde is geweest, hoor. Mooi. Dus, ik heb alleen nog geen antwoord gegeven waar het volgende boek over gaat. Maar. Oh, en dat zat jij toch wel om te volgen. Het volgende Bommelverhaal. Zijn er nog meer mensen? Want daar staat één voor mij. Zou ik zeggen, laat het maar. Maar als er nog meer mensen zijn die zeggen, ik wil heel graag weten, waar gaat het volgende boek over? Het volgende, als het doorgaat, hoor. Het is, ik heb het verteld aan de bezige bijredacteur, die was heel benieuwd.
En die, ik zei toen van, ja, maar ik weet niet of de Tonercompagnie daarmee eens is. Oh joh, dat leidt wel helemaal niet op. Ik denk, nou, dat zien we dan nog wel. Het gaat over tijd, heer Bommel, en het heeft met tijd te maken. De tijd. Er zijn een heleboel boeken die over tijd gaan van Toner, dus ik moet wel goed checken dat dat niet precies zo gedaan is. Maar het lijkt me, het uitgangspunt is een beetje Sickbok die iets uitvindt waardoor er meer uren in de dag zijn. Hij leeft nu gewoon verder door zijn eigen boeken, zijn eigen werk. Maar nu ook een beetje door jouw boek, want jij hebt hem eigenlijk een beetje weer tot leven gewekt, toch? Ja, dat is wel grappig, want er zijn mensen die zeiden van de geest van Toner is terug. Nou vond ik, ja, ik denk dan meteen, maar ik vind het ook wel heel leuk dat ze dat zeggen. En in zekere zin, wat je zijn taal gebruikt, is dat natuurlijk wel een beetje zo. Ja. Je bent zijn reïncarnatie, hoewel hij er nog niet dood voor hoefde te gaan. De echte reïncarnatie kan ik niet zijn. Ik kan alleen proberen zijn stijl zo goed mogelijk te benaderen. En dan wens ik jou heel veel succes met het volgende boek, want dat moet er gewoon komen, toch? Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Heel veel succes, we zijn benieuwd. Dankjewel, ik ook. Goed, en Henk, waar kunnen we dat dan allemaal zien? Bij Amersfoort Gezien natuurlijk. Dankjewel.